Het was in Zeist wat je noemt hondenweer, toen de commissaris van de koningin in Utrecht, graaf van Linden van Sandenburg, een tehuis opende voor honden, katten en andere dieren. Het nieuwe dierentehuis is zeer modern ingericht, met aparte, verwarmde afdelingen voor de verschillende dieren. Hoewel het er nog niet druk is, logeren er toch al enige honden, waaronder een groepje jonge tackles. In totaal kunnen 200 honden hier korter of langer verblijven. Zoals overal ter wereld lopen er ook hier figuren rond die het verschil tussen mijn en dij niet kennen. In een ander gedeelte van het dierenhotel zijn voor de katten 40 geriefelijke eenpersoonskamers ingericht. Er is tevens een polykliniek waar zieke en gewonde dieren goede geneeskundige hulp kunnen krijgen. De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren kan met recht trots zijn op dit tehuis dat het modernste van Nederland is.